Archeon en Avifauna. U sprak vorige week de hoop uit dat deze attractieparken niet tot 1 juni zouden hoeven te wachten met opengaan. Nee, daar lijkt het ook op. Zowel Archeon als Avifauna zijn heel hard aan het werk om een plan te maken van hoe dat zij die 1,5 meter afstand in hun parken, die bezoekersstromen in hun parken zo goed mogelijk kunnen begeleiden. Ik heb het plan van Archeon bijvoorbeeld al gezien. Die willen heel graag rond Hemelvaart open. Avifauna mikt zelf op 1 juni. Eigen keuze van de beide parken. Juni, you know, om het heel precies te zeggen. Dus met Pinksteren. Dan zou Avifauna graag weer open willen. En ik heb een goede hoop op dat dat ook gaat lukken. Vooral ook omdat de plannen die ze zelf op dit moment maken, heel degelijk en verantwoord eruit zien. Dat ze echt gewoon op een hele goede manier nadenken over hoe dat het gladiatorengevecht in de arena toch kan plaatsvinden. Hoe dat je met een vaste route van je bezoekers kunt voorkomen dat mensen elkaar tegen gaan komen en dan die 1,5 meter ingewikkeld wordt. Hoe dat bijvoorbeeld bij de vogelshow de publieke tribune wat groter kan worden, zodat ook daar mensen kunnen kijken zonder dat ze te dicht bij elkaar komen. Nou, allerlei plannen die er echt heel goed uitzien. En wat ook maakt dat we de voorzitter van de veiligheidsregio, want zo hoort het officieel, ook kunnen vragen om die parken weer open te doen. En wanneer gaat die formele toestemmingen komen? Die voor Archeon zal die er mogelijk dus al iets eerder komen dan voor Avifauna, omdat Archeon heel graag rond Hemelvaart weer open wil. En wanneer komt dan die toestemming? Ja, dat zal ergens de komende dagen hopen we dat voor elkaar te krijgen. En hoeveel bezoekers mogen er dan naar Archeon en Avifauna komen op basis van die plannen? Nou, dat is natuurlijk een beetje koffiedik kijken. Hè? Want mogen komen of zullen komen, dat zijn natuurlijk nog twee verschillende dingen. Mensen moeten zich ook van tevoren melden. Dus je zal ook aan moeten geven hoe laat je verwacht bij het park te zullen zijn. En op basis van de plannen van de beide parken houden zij er rekening mee dat ze ongeveer 30% van het normale aantal bezoekers de parken zal kunnen gaan bezoeken. Of dat die dan ook daadwerkelijk komen, ja, dat is natuurlijk van heel veel factoren afhankelijk. Maar het zal tot fors minder bezoekers tegelijkertijd aanleiding zijn. En ik hoorde u zeggen dat bezoekers een vaste route door de parken gaan lopen? Ja. Dat wordt keurig netjes via allerlei routebegeleidingssystemen straks aangegeven. En ja, het vraagt dus een beetje aanpassen van iedereen. Maar dan kun je wel twee prachtige parken in Alphen aan de Rijn bezoeken. En wij hopen natuurlijk dat op het moment dat beide parken weer open zijn, ook heel veel mensen daar gebruik van zullen maken. Zijn er activiteiten die niet door mogen gaan in Archeon en Avifauna, los van dat er een horecaverbod is tot 1 juni? Ze zijn daarin nog heel goed aan het nadenken van wat kan er wel en wat kan er niet. Bijvoorbeeld de ontmoeting met de Romeinen zal ook op 1,5 meter afstand moeten plaatsvinden. Het ontvangen van een roofvogel op je arm zal misschien op een andere manier moeten, omdat die verzorgers minder dicht bij de bezoekers kunnen komen. Dus alles met inachtneming van die 1,5 meter. Ja, en de beide eigenaren van de parken zijn veel beter in staat dan ik om straks uit te leggen wat er allemaal wel en wat er niet kan.